Vertel eens over het succes van de trekkerrit hier in Rietmolen. Ja, dat gaat donders mooi zo. Veel deelname. Dus. Ja, hoeveel doen er dit keer mee? 72 trekkers dus. Dat zijn er heel wat. Ja, zeker. Een paar bijrijders erbij dus. Hoe komt het zo dat iedereen graag mee wil rijden hier? Ja, ik weet niet. Iedereen vindt het mooi dus. En veel mensen zijn oude trekker in de schuur hebben gehad en die dachten we moeten meer rijden dus. Maar ik doe vaker met een hele groep doen wij rondrijden hier in de Achterhoek. En deze kant zijn wij nog nooit op geweest. Wij zijn meestal aan de kant van Lichtenvoorde, Vorden, Lochem. Ja. Maar dan zeiden we, nou, vandaag gaan ze naar Buurtse toe. Voor ons is dat een mooi ritje om dat te doen. Ja. Dat leek ons wel een hele mooie gelegenheid om dat mee te maken. Wat doet iemand uit Schonebeek hier in Rietmolen bij de trekkertoertocht? Ja, ik vond het wel mooi om mee te doen. En vorige keer ben ik voor de eerste keer meegedaan. En vind ik gewoon mooi. Ja, mooi ritje. Mijn moeder heeft een nieuwe vriend, een veehandelaar hier uit de buurt. En die had gezegd van ga hier maar een keer rondje rijden. Nou, ik dacht van nou. Mijn acht trekkers zijn hier. Dus allemaal Cormacs, een paar Sondeer. Maar de hoogste groep van ons is wel Cormac allemaal. Maar ik heb er zelf geen, maar die is nog niet meer klaar. Er zijn zelfs gekopieerde trekkerclubs die meedoen hier. Ja, dat klopt. Uit de Ruurloon Club. Ik weet allemaal niet meer waar ze allemaal vandaan komen. Dit is de derde rit. Waar gaat dit keer de route naartoe? We gaan eerst naar richting Hupsel en daarna naar Holterhoek en dan via Rekken weer terug. Dus. Waarom deze route? Ja, we doen overal alle kanten een beetje op. We zijn begonnen in Buurzen, terwijl we in Hengevelde die kant uit zijn gegaan. En de Varken hoor, Sweep die kant op en dan nu Holterhoek. Dus. Ja, de gezelligheid samen zijn met elkaar hier. Met elkaar zeg maar, optrekken en een heel leuke dag van maken. Zeg maar. Het is niet alleen de trekkerij, maar ook de aangelegenheid wat erbij komt. Zeg maar. Een biertje na het tijdje en dan lekker napraten. Dat is het mooiste. Hier zo in de buurt vind ik hem zelf een hele mooie omgeving. Ja, bij ons is het eigenlijk, het is ook wel een mooie omgeving. Je hebt meer vlakke gedeelten en hier ook nog een beetje een mooie knal ertussendoor. En het is toch iets anders. Ja, ik vind het wel mooi. Kun je het nog wel organiseren? Ja, zeker. Dat gaat mooi zo. Veel vrijwilligers die we mee willen helpen. Dus dat is wel fijn. Is een flinke stijgende lijn. Heb je een maximum? Ja, we hebben al gezegd 75 is max. Dus 75 trekkers dan, hè. Wij rijden ze maar nog niet zo heel veel uit. Maar. Ik denk dat het wel een leuke rit wordt. En ik heb gisteren ook al gezegd, want het zal vandaag een beetje onweer gaan. En ik heb gelukkig een cabine erop zitten. Ik heb al gezegd, dan zou ik die anderen een beetje toelachen. Er komt nog een rit aan. Waar gaat de volgende keer en wat is de datum? Ik weet nog niet precies waar we helemaal heen gaan. Ik moet nog even bekijken. En de datum weet ik volgens mij ook niet precies. Maar volgens mij 19 september, zoiets. Ik wens je bij deze rit weer veel succes. Ja, dankjewel.